Tan-ti-dan, tan-ti-dan, tan-ti-dan. Yabba-dabba-ba-ba. Yabba-ba-ba. Och, mama lief, wat scheelt er? Zeg, mama lief, wat staat u daar nu heel de tijd te lachen? Omdat het vandaag de geluksdag is van mijn lieveling. De geluksdag van uw lieveling? Welke lieveling? Mijn allerliefste lieveling, Pieter Paul. Want hij gaat trouwen. Oh nee, gaat u nu opnieuw trouwen, mama lief? Ik ga niet trouwen. Mijn lieveling gaat trouwen. Kijk, hè, ik word hier heel erg zenuwachtig van. Welke lieveling gaat er nu trouwen? Jij! Ah, eindelijk. Nu weet ik tenminste wie er gaat trouwen. Ik? Maar dat kan toch helemaal niet? Jawel. Vandaag komt Hildegolde Schiekmans op bezoek. Zij is de dochter van mevrouw Schiekmans. En dat is de chicste dame van de Club van Belangrijke Dames. Ja, ze zeggen dat ze heel rijk is. Maar ik wil helemaal niet trouwen met die Gilde Monde dinges. Geen gemaar, jij trouwt met Hildegonde en wel meteen. Maar ik wil daar niet mee trouwen, ik wil trouwen met Bet. Ja zeg, ik ben nog veel te jong om te trouwen, hè. Tuut, 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 jij trouwt met Hildegonde. Het is een heel deftig meisje en ook heel mooi. Oh ja? Hoe ziet ze er dan wel uit? Ja, dat weet ik niet. Ik heb het mens nooit gezien. Maar het schijnt dat het een schoonheid is. Echt helemaal iets voor jou. Maar ik wil niet trouwen. Pieter Paul, doe niet belachelijk en sta recht. Dat zul je er hebben. Ik doe even open. Ach, hallo. Dag, Hildegonde Schiekmans. Kom binnen, kind. Oh, wees welgekomen. Oh. Wat is dat voor iets? Dat is niet iets. Dat is Hildegonde Schiekmans. Oh nee, mama lief. Die Hildegonde van jou, dat was een mooi meisje. Jawel, ik ben Hildegonde Schiekmans. Oeh, wat krijgt hij nu? Pieter Paul, je gedrag is een schande. Een grote schande. Ja, maar het is ook wel een beetje grappig. Heel grappig. Dus jij gaat met mij trouwen. Oh, geen denken aan. Jawel. Ja, en jij bent dus Pieter Paul, hè? Nee. Jawel. Jawel, ik weet dat wel, want ik heb jouw foto gekregen van madame Fluit. Ja, het is wel madame Pruim, hè? Ja, en ik heb wel 1000 kopietjes gemaakt en ik heb die allemaal omhoog hangen in mijn kamer. Nee. Ja, en madame Fluit heeft ook gezegd op de vergadering van de Club van de Belangrijke Dames dat jij zo'n hele lieve jongen bent. Ja, dat was vast en zeker mevrouw Pruim. Ja, en ik wil heel graag met jou trouwen. En nu wil ik jou een kus geven. Ach, ja, hij is natuurlijk wel een beetje verlegen, hè? Ja, maar dat vind ik niet erg. Ik hou wel van verlegen, jongens. En ik ben zelf ook een beetje verlegen. Weet je wat ik doe? Ik maak hem even wakker. Ik verdrink. Je verdrinkt niet, je stelt je aan. Oh, mama lief, ik had net een afschuwelijke droom. Ik droomde dat een monster... Ah, de droom gaat gewoon verder. Ik moet even weg. Wat krijgt hij nu? En wel, weet je wat ik denk? Ik denk dat hij nu voor jou een cadeautje is gaan kopen. Oh. Trouwen? Jij? Ja, en ik wil helemaal niet trouwen. En zeker niet met dat, met die dinges Hildegonde. Dat is toch gewoon verschrikkelijk. Pruim mag jou toch niet dwingen om met iemand te trouwen? Je moet eerst iemand graag zien en dan kan je er pas mee trouwen. Ja, eerst graag zien en dan trouwen. Dan wil ik trouwen met een taart. Met een taart? Ja, ik zie heel graag taarten. Wee, pop de vlam op je. Beeg, hou op. Dit is echt heel ernstig. We moeten Pieter Paul helpen. Ik heb een idee. We moeten die Hildegonde op andere gedachten brengen. Ja, maar hoe? Ik weet al hoe. Hoe dan? Zo. Beeg, dat is heel onbeleefd. Vooruit, wat zeg je dan? Dat dit een goede manier is om Hildegonde boos te maken. Nee, als je wint, je laat eens... Dat is het. Je moet zo doen zoals Beeg. Bedoel je dat ik windjes moet laten? Ja, en erger, windjes laten en boertjes. En heel vervelend doen. Oh, dan zal ze jou niet graag meer zien. Nee, en dan hoef je er niet mee te trouwen. Oh, maar dat is het. Jullie hebben gelijk. Oh, ik ga gauw naar huis om vervelend te doen. Hey.
Je wil zeker niks drinken, hè? Jawel. Wat dan? Kopje thee, limonade. Een glas botermelk. Een glas botermelk. Yo, de mannen. Daar ben je dan eindelijk. Heb jij een cadeautje meegebracht voor mij, Pieter Paul? Een cadeautje meegebracht? Ik breng nooit cadeautjes mee. En zeker niet voor meisjes, want dat zijn toch alleen maar zeurtrienen. Pieter Paul, hoe durf je? Ik vind dat wel grappig. Ja, humor heeft hij wel, hoor. Grappig? Ah ja? Kijk dan maar eens hier. Zo. Oh, Pieter Paul, jij bent zo'n ongemanierde jongen. Maar ik vind dat wel leuk, ongemanierde jongens. Oh, het is niet waar, hè. Ah, wacht eens. Kijk eens. Oh, kijk eens. Pieter Paul. Ziezo. Een heerlijk glaasje botermelk. Dankjewel. Maar de schatje, hè? Ik moet eventjes weg. Alweer? Dat plannetje is dus mooi mislukt. Ja, ze was nog veel ongemanierder dan ik. Ja, en daar moet jij mee trouwen, Van Pruim. Ja, ze wil dat ik met haar trouw omwille van de centen. Maar ik wil daar niet mee trouwen. Ik ben er doodsbang van. Ja, ik weet niet veel, hè, maar ik weet waar meisjes bang van zijn. Ah, ja? Ja, van muizen. En ik heb er toevallig een heleboel. Meisjes? Muizen? Ja, in een grote kooi. Je mag er een paar lenen. Zeg, maar dat is echt een geweldig idee. Je neemt die muizen mee naar huis en je zegt dat het je lievelingsdieren zijn. Ja, dat is het. Want als ze schrikken, zeg. Piep, 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 piep. Beeg, wat was dat? Een muis met een verkoudheid. Wee, popje, flauw mopje. Hey, kom, Pieter Paul, we gaan aan mijn boerderij. Dan geef ik je een doos vol muizen. Kom. Hoera, dit keer ben ik er vanaf. Het zijn echt heel lekkere koekjes, madame Bruin. Mevrouw Pruim, hè? Niet Bruin. Hallo. Daar ben je eindelijk. Is dat de manier waarop jij je toekomstige bruid behandelt, ja? Met een kartonnen doos. Heb je dan toch een cadeautje bij voor mij? Oh, niet echt een cadeautje, maar wel een verrassing. Oh, hoor je dat, madame Schuim? Pieter Paul heeft een verrassing voor mij. Madame Pruim. Pieter Paul vind ik heel aardig van je. Weet je wat, ik laat jullie even alleen, hè. Zo'n verliefd koppeltje mag je niet te veel storen. Dan ga ik even naar de tea room om het belangrijke nieuws te vertellen aan de belangrijke dames. Dag. Dag, madame Pruik. Pruim! Zeg, Pieter Paul, we zijn nu zo helemaal alleen. Weet jij waar ik hoesting in heb? In mijn verrassing. Ah, ja, dat is waar. Verrassing. Wat heb je meegebracht? Och, dat zijn mijn lievelingsdieren. Ja, en pas op, hè. Als wij trouwen, dan wil ik ze kost wat kost meenemen. Oh, ik ben heel nieuwsgierig. Maak de doos maar open. Oh, hoe schattig. Moenoenoenoenoen. Zeg, waarom gil jij nu niet? Gillen en dan die lieve diertjes bang maken, zeker? Nee, het zijn nog zo'n schattige beestjes. Oh, het is niet waar, hè. Ik wil ze heel graag in huis als wij gaan trouwen. Ja, ze moeten gaan slapen. Oh, een lieve jongen. Pieter Paul, trouwen? Mm-hmm. Tegen zijn zin. Ik vind dat we daar een stokje moeten voorsteken. Daar hebben de muizen al voor gezorgd. Dat dacht je maar. Ze houdt net heel veel van muizen. Jo, is dat echt waar? Was ze niet bang? Ja, natuurlijk niet. Wie is er nu bang van muizen? Hier heb je ze terug. Die, in die doos? Ja, ik heb er net eentje zien uitkruipen. De muizen, help! Oh, beeg. Dat was heel erg lelijk van je. Wait, sorry de snorrie, Betsy. Sorry de snorrie, suikerbuik. Ik denk dat ik een goed idee heb voor Pieter Paul. Oh ja?
Ja, ja, kom maar mee, kom. Wat zou Dina van plan zijn? Ah, maar ja, het duurt lang. Ik hoop dat hij snel terugkomt. Dag, Hildegonde. Ah, dag, zoeteke. Kijk eens, ik heb een cadeautje voor je meegebracht. Toch weer geen muizen, zeker? Nee, nee, nee. Kijk maar eens. Oh, taart. Mm-hmm. Zal ik een stukje voor je afsnijden? Ja, graag, mijn pipeetje. Wat? En noem mij maar Gonde Pondeke. Gonde wat? Hier is je stuk taart. Dank je. Heerlijk. Heerlijk? Maar dat is taart met mosterd. Ja, heerlijk. En met zure uitjes. Oh, en een heleboel peper. Ja, en pili-pili. Zeg, krijg ik nog een stukje? Oh ja. Och, hier neem je ineens alles. Pieter Paul, jij bent zo'n grappige jongen. Wat een goede grap. Grap? Ja, jij bent echt de grappigste jongen van de hele wereld. Jij hebt mijn gevoel voor humor. En nu wil ik jou een kusje geven. Nee. Gekkerd. Met die mosterdtaart, dat zal zeker lukken. Pieter Paul zal nu wel verlost zijn van zijn aanbidster. Help, help, help me nu toch. Die druk met die mosterdtaart is ook mislukt. Oh, wat moet ik nu toch doen? Ik wil ze mezelf kussen. Zeg maar, ik begrijp al die opwinding niet. Dat is toch maar een gewoon meisje. Ja. Waar is Pieter Paul? Ah, daar ben je, mijn zoetje. Oh. Wacht. Ah. Nee, ik wil Pieter Paul. Ik wil Pieter Paul. Pieter Paul. Ah. Schapperde fluitje. Ze heeft het wel goed te pakken, hè? Een beetje te goed. Moeten we Pieter Paul niet helpen? Ja, hoe dan? Als het maar goed afloopt. Ja. Pieter Paul! Waar zouden die twee nu naartoe zijn? Ja, Pietje kan straks een marathon uitlopen. Red mij! Oh, red mij, help me toch! Oh. Ja, ik zal je redden, jongen. Ik zal je beschermen. Ik wijk geen duimbreed. Waar is mijn Pietertje, Paul? Waar? Hier is hij. Hier ben jij, mijn pipi-polleke. Pipi-polleke? Ja, hier ben ik, je pipi-polleke. En nu laat ik jou nooit meer gaan. Wij blijven voor altijd samen. Ja, voor altijd. Oh, is hij niet schattig? Hij is helemaal van de kaart. En wat gaat er nu gebeuren? Wij gaan trouwen. Oh, echt waar? Ja, echt waar. Ik zal wel moeten met haar trouwen. Arme Pieter Paul, hij is echt heel erg ongelukkig. Ja, arm Pietje. Ah, hier zijn jullie. En? Hebben jullie het goede nieuws al verteld aan deze mensen hier? Ja, wij gaan trouwen. Ja, wij gaan trouwen. Oh, zie je wel. Ik wist wel dat jullie voor elkaar geschapen waren. Kunnen ze niet voor elkaar gezwijnd zijn? Ik hou niet zo van schapen. Zeg, ik zie dat trouwfeest zo al voor me. Ik ook. Ja, jullie zijn natuurlijk niet uitgenodigd. Dat begrijpen jullie wel, hè? Ah, nee, er mogen alleen hele belangrijke mensen binnen in de villa van Hildegonde. Villa?
Wij wonen helemaal niet in een villa. Oh, in een kasteel dan? Dat is ook goed. De belangrijke dames zullen nogal jaloers zijn. Nee, wij wonen ook niet in een kasteel. Een heel hoog herenhuis dan? Nee. Een dure loft? Nee. Wij wonen in een klein appartementje in de stad. Wat? Wat? Zeg, hoe kan dat nu? Rijke mensen wonen toch niet in een klein appartementje in de stad? Ja, maar wij zijn ook helemaal geen rijke mensen. Wat? Iedereen zegt toch dat jullie zo... Dat wij rijke mensen zijn, ja, maar dat is niet zo. Dat komt door mijn moeder, die gaat tegen iedereen vertellen dat wij veel geld hebben. Maar dat is niet zo. Oh, dat is een schande. Een grote schande. Jezelf beter voordoen dan dat je bent. Ja, op dat gebied heb je echt niks te leren van mevrouw Schiekmans, hè, pruimpje? Wat? Jij, hè? Jij bent een armzalig wicht. Maar madame Pruil, dat doet er toch allemaal niet toe? Ik zie mijn pipipolleke graag en ik ga hem nu de kus geven. Daar komt niks van in. Daar wordt je niet gekust, niet getrouwd. En jij, pipipolleke, onmiddellijk naar huis, tanden poetsen en naar bed. Jij mag die hele gonde nooit meer zien. Oh, joepie, mama lief, dank je wel. Oh. Zie je nu wat voor een keurig opgevoede jongen ik heb? Arme Hilde Gonde. Ja, sapper dat fluitje, dat is nu wel heel erg voor haar, hè? Dat overkomt mij nu altijd. Iedereen denkt altijd dat wij, ik weet niet hoe rijk zijn. En als ze dan te weten komen dat dat niet zo is, dan moeten ze mij niet meer hebben. Ik ga nooit aan een lief geraken. Niet als je zo blijft wenen. Pech. Fopje, flauw mopje. Wees maar gerust, Hilde Gonde. Ooit zal er wel een jongen komen die jou niet kiest voor je geld, maar gewoon voor wie jij bent. Ja, een blinde jongen waarschijnlijk. Pech, zwijg. Sorry, de snorrie, Hilde Gonde. Betsy heeft gelijk. Het maakt niet uit hoe je eruit ziet of wie je bent. Kijk maar eens naar ons zwijntjes. Wij zijn ook niet zo mooi. Maar Betsy houdt toch van mij. Ja, dat is waar. Ik vind dat heel lief van jullie. Maar ik ga nooit iemand vinden die nog zoveel van mosterdtaart houdt. Maar jawel. Er zijn wel meer mannen die van mosterdtaart houden. Ah ja? Ja. Wie dan? Of ik bijvoorbeeld. Ja, Janus houdt heel erg veel van mosterd. Ja, ja. Hij eet niks anders. Ja, de hele dag. Oh ja? Hou jij van mosterd? Ja. Oh, Janus. Oei, oei. Wat krijgen we nu? Kom hier, mijn schat. Oh, schat? Oh. Ik wil met jou trouwen. Nee. Ah, Janus. Nee. Janus, nee, kom hier. Nee, Janus. Zometeen, Samson en Gert. Ik heb nog geen zin om naar bed te gaan. Ik neem je mee. Neem je mee op reis. Neem je mee. Naar Rome of Parijs. Alfred neemt je mee op een nieuwe avonturen. Wauw, dat was leuk. Je bent een echte held. Ach ja, het was niet zo. Nieuwe afleveringen van Alfred Bleekbak. Elke dag, 5:30, op Kindernet.